Hallo, leuk dat jullie kijken. Vandaag is het eindelijk zover. We hebben super leuke video's binnengekregen met allemaal handige tips van jullie. We hebben de leukste achter elkaar gezet en aan het eind dan zie je wie de winnaars zijn. Hi Tessa, ik ga vandaag aan jou laten zien hoe je vliegenspray maakt. Je hebt nodig een spuitfles, dieteliëro, 200 ml water, 200 ml azijn en een klein druppeltje zink. Ik ga eerst een spuitfles opendraaien. Dan giet ik voorzichtig het water in. Dan doe je 2 ml azijn erin. Dan doe ik het azijn er ook bij. Dan doe je er een paar druppeltjes dieteliëro bij. En daar houden de vliegen niet zo van. Zo. En dan doe je er nog wat zeep bij, want anders mengt het dieteliëro niet goed met het water. 1 druppeltje hoeft te maken. En dan de druppel erop en shaken. Klaar is je vliegenspray. Bedankt voor het kijken. Geef zeker een duimpje omhoog. En abonneer op mijn kanaal Tessa. Doei! Hallo hartverpaarden. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Ik ben Elisa en ik doe mee met jullie winactie. Nou, hier komt dan de tip. Is je paard of pony nou nerveus of kan hij niet zo goed stilstaan tijdens het poetsen? Geef hem dan wat hooi. Dat houdt hem bezig en zorgt wat voor afleiding. Of maak wat tijd om hem soms even te aaien of even in zijn maan te knijpen. Dit was dan de tip. Doei! Hoi antropaden, ik zou heel graag mee willen doen met de winactie van jullie. Mijn tip was... Als je wil dat je laatst recht blijven staan en goed in model blijven, stop dan een zwemstaaf in je schoen. Deze tip heb ik zelf bedacht en daarna heb ik hem ook nog op YouTube zien verschijnen. Maar deze tip gebruik ik echt altijd. Nou, ik heb echt superveel aan jullie gehad in de periode dat ik nog niet op paardrijden zat. Maar ik wil jullie ontzettend bedanken daarvoor. En dan zeg ik doei doei! Hoi allemaal, tof je kijkt naar een liefde video vandaag. Vandaag ben ik met... Tess. Op de manege. En dit is weer de nieuwe serie op de manege met. En wij gaan vandaag 9 tips om jezelf en je pony en gewoon paardrijden te verbeteren. Tip 1. Zonder toewijding geen passie. Dus dat is zonder fouten eigenlijk geen doel. Dus als je je proef alleen maar goed doet, leer je er eigenlijk niet meer van. En als je pony een keertje een paar keer bokt of ergens van schrikt, kan je hem een paar keer overdoen en dan heb je er meer van geleerd en dan word je steeds juist. Dan ga je jezelf steeds meer in jezelf geloven, omdat je hem dan juist dan doe je hem goed. En de eerste keer deed je hem fout en dan de tweede keer doe je hem goed. Dus ja. Ja. Tip 2.
probeer je paard zoveel mogelijk te knuffelen en zoveel mogelijk liefde te geven. Want als je pony geen liefde geeft, geeft hij ook geen liefde terug. Zoveel mogelijk te knuffelen. Ja, is daar? Ja. En tip 3. Probeer je borstels zoveel mogelijk schoon te maken. Want er komen toch wel bacteriën in. En als je het paard wel gaat poetsen, kan je paard bijvoorbeeld ook schimmels krijgen. En dat is eigenlijk wel belangrijk dat je het paard dan goed borstelt met schone borstels. Tip 4. Zoek een instructeur die bij je past en bij je doel past. Want als je een instructeur hebt die maar wat zegt en die geen diploma heeft eigenlijk en die je les gaat geven, dan kom je misschien ook niet verder in de sport. En als je nou eigenlijk gewoon een goede instructeur die bij je doel past, dus dan moet je bijvoorbeeld niet een instructeur die heel goed is met ZZ-dressuur en juist in de B-dressuur, moet je geen ZZ-dressuur instructeur hebben. Dan moet je gewoon een B-dressuur hebben. Tip 5. Zoek een paard of pony die bij je past. Want als je bijvoorbeeld een pony hebt, tip 5. Zoek een paard of pony die bij je past. Want als je een te klein paard hebt en jij bent 1,60 meter en je paard 1,40 meter, is dat niet zo'n goede combinatie. En je moet ook niet een te groot paard hebben, want dan, dat mag wel, maar het is niet zo, en dat past niet bij jezelf, vind ik. En zoek ook geen paard, want als jij eens rustig paard wil, koop dan niet zo'n hengst of een net gecastreerde hengst, dus net en ruim. Want ja. Tip 6. Zorg dat je paard beweging heeft, ook al ben je op vakantie of ben je er even. Bijvoorbeeld denk aan een bijrijder of zet hem elke dag op de wei of de stapmolen. En als dat niet kan, dan moet je elke dag iemand vragen die het been eventjes wil optillen en rekken, bijvoorbeeld dit. Kom eens in. Voetjes. Zo. En dan moet je hem eigenlijk gewoon zo naar voren trekken en dan, dat is dan beweging, want dan blijven zijn spieren soepel en dan heeft hij ook een beetje beweging. Tips 7. Heb vertrouwen in je paard. Als je geen vertrouwen hebt, kan je ook bijna zelf. Tip 7. Vertrouw je paard. Als je geen vertrouwen hebt, dan kan je ook niet iets bereiken. Als je geen vertrouwen hebt bij het springen, zou je paard altijd weigeren. Tip 8. Nee, het is 9. Tip 8. Denk niet dat je het niet kunt. Want je kunt het altijd. En deze pony is natuurlijk iets langzamer. En als je dan denkt dat je het niet kunt, dan zal je ook niet sneller gaan. Tip 9. Wees niet bang om te falen of om... Wees gewoon niet bang. Want als je bang bent, is je pony ook bang. En dan bereik je echt helemaal niks. Dit was dan de video en ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe dan zeker een duimpje omhoog. Natuurlijk niet naar beneden, dat zou ik niet leuk vinden. En abonneer nog zeker op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Doei! De bloopers! Stop. Ja, dat heb ik al. Vertrouw je paard echt. Vertrouw jezelf. Stop. Tip 8. Nee, het is 9. Kom. Staartje. Hoi, ik ben Muis. Ik ben 10 jaar en ik heb de video op YouTube gezien dat jullie shirtjes gaan weggeven van jullie. En dat we dan ook nog eens een dag met jullie mee mogen en die shirtjes gelijk kunnen ophalen. Lijkt me zo ontzettend vet om te winnen. Want ik ben echt al heel lang fan van jullie. En ook heel erg. En nu ben ik bij mijn zogepony Yara. En hier ga ik de tip voor doen. Nou, omdat het de laatste tijd nogal warm is, gaat mijn tip daar ook. Yara! Oké, omdat het de laatste tijd nogal warm is, gaat mijn tip... Maar goed, omdat het de laatste tijd nogal warm is, gaat mijn tip daarover. Als het warm is, moet een paard voldoende drinken. Dat is best logisch. Wat je kan doen is, snij een appel in stukjes. Vul een bak met water.
en doe de appels erin, omdat sommige paarden toch moeite hebben met drinken. Let op, het water moet niet ijskoud zijn, want sommige paarden krijgen daar koliek van. Ik heb de appelen stukjes gesneden. Vul de emmer met water. Nu doe ik de appels in het water. En dan geef ik het nu aan Yara. Zo krijgt hij extra water binnen. Dit kan je natuurlijk ook doen als je paard geen moeite heeft met drinken. Want dit kan ook gewoon voor de lol. Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. En hopelijk tot dan. Blijf vooral doorgaan met YouTube. Groetjes van mij en van Yara. Doei! En dan nu het spannende gedeelte. Hier komen de winnaars! Hartelijk gefeliciteerd! Als je gewonnen hebt, dan kun je ons een e-mail sturen. Je hebt ons al een e-mail gestuurd, dus het e-mailadres, dat hebben we al. En dan kun je je shirt ophalen tijdens een dagje meelopen op stal. De datum, die gaan we samen met jullie twee bepalen, want dat is natuurlijk wel zo leuk als je ook echt kan. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie heel graag het volgende week weer. Doeg!